Dus lang verhaal kort, laat gewoon even hieronder weten. Dan kan ik daar gewoon wat meer mee. Goedemorgen, het is dinsdagochtend. Sarah voelt zich helemaal fijn. Ik ben aan de andere kant helemaal kapot. Omdat ik vannacht heel veel voor Sarah heb gezorgd. Ik ga nu even snel een beker en een banaan voor Sarah klaarmaken. Want dat heb ik gisteren niet gedaan. Want ik denk, ja, als ze nou nog steeds morgen zo ziek is, dan gaat ze niet naar school. Maar ja, nu kwam ik zo moe mijn bed uit. Dat we even moeten haasten. Dan ben ik vooruit te branden. Maar goed, de naadjes gaan snel. Tada! En beker is ook zo gedaan. Ik loop nu niet die kant op naar mijn huis, maar ik loop naar school. En wie is daar? De fiets valt bijna, zeg. Moet je mijn mouw trekken? Ja. Ik kom ook. Tikkikkikkabooi. Nou, Sarah op school. En ik ga denk ik eerst even slapen. Want ik ben zo verschrikkelijk moe. Ik heb vannacht heel weinig geslapen. En ik heb de afgelopen week heb ik gewoon zo verschrikkelijk veel gedaan. Sarah voelt zich nu gewoon weer heel erg lekker. Ik ben daarentegen echt kapot van vannacht. Dus ik ga gewoon even een bijkomochtendje doen. Dus dat wordt niet heel vlog. Wat ik hier ga doen, weet ik ook niet. Ik ben gewoon echt heel moe. Dus ik ga gewoon even slapen en ik zet de wekker als ik zelfs lunch moet maken en dan naar school moet. Zo, dat had ik echt even nodig. Ik ben nu mijn schoenen aan het aandoen en dan naar school. En ik voel me gewoon zoveel wakkerder dan net, want ik kwam er gewoon niet uit. Ik had altijd het gevoel dat mijn ogen elk moment dicht konden vallen. Ik heb trouwens dit aan vandaag. Deze blouse van French Connection. Spijkerbroek ook van French Connection. En mijn doenlaarsjes. En ik heb zelfs lunch net wel al snel gemaakt. In mijn tas. En ik ga de fiets op. Hopen dat het droog blijft. Maar het is of in ieder geval is nu heel de tijd droog. Dus. Nou, dan kom je thuis uit school. Om je kind op te halen. En tijd. Dat ze lekker bij de vriendinnetje wil spelen. Dus die is met Mila mee. En een ander vriendinnetje van hun beiden is daar ook. Dus ze zijn gezegd met z'n drietjes aan het spelen. En de moeder van Pien die moet hier toch langs als ze Pien ophaalt. Dus die zit zelf hier zo af. Dus ik hoef er ook niet op te halen. Dat is wel zo makkelijk aangezien ze hier echt letterlijk langs loopt. En nu zit ik echt te twijfelen. Want ik voel me nog steeds wel echt heel moe. Ga ik heel actief zijn deze tijd of ga ik er gebruik van maken om even bij te komen? Ik moet vanavond ook nog weg. Dus dan doe ik niks meer, maar ik kan ook niet op tijd naar bed vandaag. Dus het heeft allebei wat. Mijn kleine meisje is weer thuis. En die heeft met een vriendinnetje gespeeld, dus die heeft een mega gekke bui nu. Het eten is bijna klaar, dus we kunnen eigenlijk gelijk aan tafel. Sarah ligt op bed en ik nog heel even wachten en dan komt mijn vader hier oppassen, want ik ga met mijn moeder en mijn broertje naar de bios. En nou, dat is nog 20 minuutjes, dus even. Ik denk dat ik heel snel een klein stukje edit in die tijd. Dan heb ik dat ook vast gedaan. Maar ik zit ook te denken, ja, anderzijds ben ik ook wel echt heel moe vandaag. Dus ik kan ook even 20 minuten slapen. Dus heel de dag denk ik al even slapen of even wat doen. Ik ben er nog niet over uit. Wat doen jullie in zulke situaties? Ik ben altijd heel nieuwsgierig wat anderen dan doen. Zou jij dan gaan slapen of zou je dan nog even wat doen? Ik wil zeggen dat ik al met al toch nog wel veel gedaan heb. Ik pak natuurlijk niet altijd de camera als ik iets doe. Want als ik dat doe, dan kom ik echt nergens aan toe. Maar weet je, bijvoorbeeld, ik heb ook een was gedraaid, wasopgangen, gestreken, weet je, allemaal dat soort dingen. Nou, dat hebben jullie dan niet gezien. Dus ik heb toch wel heel veel gedaan en ook nog wat dingen opgeruimd. Marco is waarschijnlijk over 2 of 3 dagen terug.
Dus dan wil ik toch wel nog wat dingetjes af hebben. Maar morgen heeft Sarah school en vanuit daar een kinderfeestje. En dan is ze er pas rond etenstijd. Dus dan kan ik echt heel veel doen. Ik denk dat het ook, als je de vlog kijkt, misschien wel een wat saaiere vlog zijn geweest. Ik weet het niet. Maar ja, het hoort ook bij mijn leven. En soms heb je gewoon dat soort dingen. En daarna gaan we leukere dingen weer doen. Maar goed, dat ja. Ik weet soms niet wat jullie daarvan vinden, als dat te lang is of niet. Of ik vind het wel altijd leuk om het te weten. Kijk, het is sowieso mijn leven, dus ik kan er niet heel veel aan veranderen. Als dat nu speelt in mijn leven, dan is dat zo. Maar het helpt me wel met hoe ik dingen in beeld kan brengen. En ik groei daar zelf ook weer van met vloggen. Omdat ik dan weet wat leuk is en hoe het leuk in beeld is gebracht of niet. Dus ik vind het altijd wel fijn als ik daar ook reacties op krijg. Want dan weet ik waar ik op doorga en op welke manier ik erop doorga. En of ik bepaalde dingen wel vaker moet doen of dat ik het gewoon eens een keertje moet doen. Dus als je dit hoort, reageer even hieronder. Laat het even weten. Dan kan ik gewoon daar meer aan doen. En daarbij weet ik wel dat de meningen soms heel erg verdeeld zijn. Want ik hoor wel eens dat wat de een heel leuk vindt, juist de ander weer helemaal niet leuk vindt. Ja, dat blijf je houden. Maar ja, je kan het natuurlijk wel weer afwisselen daardoor. Zodat je toch eigenlijk het een beetje doet zoals iedereen het leuk vindt. En ik vind het allemaal leuk zelf. Ik vind het leuk om soms met een soort compilatie te werken. Soms gewoon met versnelling. Soms gewoon te vertellen. Dus ja, voor mij maakt het eigenlijk niet heel erg veel uit welke manier ik het doe. Maar ik vind het wel heel erg leuk om te weten wat dus leuk is voor degene die kijken. Dus lang verhaal kort, laat gewoon even hieronder weten. Dan kan ik daar gewoon wat meer mee. En ja, dan wordt het hopelijk leuker. En ondertussen heb ik volgens mij alweer bijna 5 minuten volgepraat. Dus heb ik nog een kwartier. En moet ik nu echt gaan beslissen wat ik met dat kwartier ga doen. Komt ja? Een soort van niet in de buurt. Dat was heel... Het kwam wel beter in de buurt. Een deurtje nog open te houden. Ah. Je maas geeft ze recht. Nou. Misschien als je iets meer in een boog gooit, dan kan ik reageren. Oké, die moeten we daar even pakken. Oeh, bijna. Jammer ook. Ik ben weer thuis en het is al laat. Dus ik ga gelijk mijn bed in. Ik wil je... Oh, ik zal even naar het licht lopen. Hier staat nog aan. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet je natuurlijk niet te abonneren. Duimpje achter te laten. En dan zie ik je morgen. Doei doei!